Hallo mensen van het Games, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe gameplay van Gun The Game. Juist, hier staat hij dan. Hij heeft een overwinning. Waarom valt deze song zo? Moet eigenlijk een fucking pro song zijn, omdat we de game hebben uitgespeeld de vorige part. En als je die part nog niet gezien hebt, ik zou hem fucking hard gaan kijken. Want hij is echt fucking episch, want dan gaan we Gruder namelijk killen. En dat is een hele dikke man die het irritant is en... met dwars zit. Maar nu niet meer, want hij is dood. In ieder geval. We gaan beginnen met de side missions. Oftewel de extra. Oftewel alles wat nog overig is. De wanted posters. Alle gold. We gaan andere mensen hebben. We gaan pokeren. Dat gaan we allemaal doen. En maar eerst moeten we een paard. Die staat hier. Hier staan wel paarden. Twee. Wat loopt hij er nou sloom? Nee, dat paard neem ik hier niet. Die gaat wel sloom. Neem dit paard. Gaat een beetje sneller, denk ik. Ja, dat lijkt er allemaal wat meer op. Nice. Oké. Okay. Mensen, we gaan... Wow, dit is echt een hele coole view. Maar mensen, we gaan gold collecten. Dat doen we ze eerst. En ja, om gold te kunnen minen moet je natuurlijk een pickaxe hebben. Oftewel een pickelwheel. Oftewel, als je niet weet wat het is, dat is gewoon een stuk hout met een soort van bile ding erop. Ja, zoiets. Oh, ik ga verkeerd van mij. Oh shit, man, het attack. Die bandiet snapt zo kansloos. Hij is deel. Up. Nee, juist. In ieder geval, we moeten dus een pickaxe hebben. En, oh shit. Wow. Met coole beesten. Maar in ieder geval, die pickaxe die kun je halen in, in een stad. En aan die stad, daar ga ik nu heen rijden. En ik weet, ik ken deze kaart nog niet echt goed uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik ga denk wel goed, bijna een beetje. Maar ik zie jullie in ieder geval in die stad. Ja, mensen. En met die stad bedoel ik natuurlijk Dutch City. Met de coole bridge. En de waterval. En nog allemaal coole dingetjes. Maar in ieder geval, ik ga een beetje sneller. Dutch City. We moeten naar de shopkeeper, want we gaan een pickle willen kopen. En ja... hier staat hij. Ik zit hier met een paar even neer. Op. Rustig, ja. Meneer. Mag ik van u kopen? Just received a new shipment of goods. Have a look. Oké. Okay. Mag ik van u een pickaxe? Ja, bye. Nice. Deze shit gaan we later allemaal wel kopen zo, maar daar verdiep ik me nu nog niet in. We gaan minen, ja. Je hoorde de sound al. Een mijngeluid. Oké. Okay. Waar gaan we beginnen? Je gaat eerst hier op naar de pont toe. Om Dutch te verlaten. Ja, dat is Ferry Operator. En dan ga je hier op links. Ga je goed kijken. Hier zit daar trouwens niks tussen, maar je kan wel even kijken. Misschien bij jou wel. En dan zie je hier gold. Je hoort het geluid al. Hij is nu eigenlijk rijk. Hop, gaan het allemaal hakken, want dit is ontiegelijk veel gold. Maar je krijgt maar 10 bucks, oftewel. $10. En ja, de pont is hier. Dan ga je hierheen. Dit slaat achter dan nergens op, want het is een fucking grote gold spot. Maar je krijgt toch maar $10. En dat is op zich heel weinig. Maar ja, boeien. Boeien. Het gaat gold niet om het gold. Hij doet het alleen maar voor de action. Hij wil alleen maar coole dingen doen. Hij wil bekend zijn. Daarom doen we die side mission. We gaan mensen helpen zodat je bekend wordt. Hier gaan we nu over de bridge. Want hier liggen namelijk ook nog veel gold. Bijvoorbeeld daar beneden. Ik kan alleen oprichten. Kijk daar. Ja, daar gaan we ook heen. In ieder geval. Oh shit. Ja. Ja. Oké. Ik weet eigenlijk niet hoeveel gold er in deze game zit. Maar wel iets van 30 gold. Zo. Dus op zich wel veel. Of 20, ik weet niet precies. In ieder geval, we gaan deze even minen hier. Hoppa. Stap van het paard af. Ah, dat hebben ze even. En dan gaan we minen. Tak, 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 tak. Nice. Oh. Chill. Oké, paardje, kom. Ik vind deze paard trouwens. Dit paard lijkt echt heel veel op een koe. Ik weet niet waarom, maar hij lijkt echt op een koe. Oké, dan gaan we weer terug. Oh, even kijken. De waterval. En dan, oh shit, dan ga je hierheen. En dan zie je ook weer gold. Nice, toch? Of niet? Dus nummer 3 al.
En die hak je ook even. Oh, wacht. Ja, nee, hak. Ja, hak, hak, hak. Tjaka. Nice. En met dit geld kun je weer allemaal nieuwe dingen kopen en zo. Dus dat is wel vet. Dan ga je hierheen. Heel rustig. Want je mag niet in het water komen. En dan ben je hier en je denkt, what the fuck, het ziet er best wel nice uit. En dan zie je zo van die grottekeningen uit de oertijden. Mooi. Wat betekent dit? Wat houdt het in? Maar in ieder geval, wow, dit ziet er eigenlijk best wel vet uit. Hier heeft een beer geslapen. En dit is nu mijn slaapplek. In ieder geval, we kunnen ook wel... Wow, 3 barrels. In ieder geval, we hakken gewoon dit gold. Hop, 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 hop. Nice. Oké, okay, mensen, ik moet nu even een stukje rijden met mijn paard. Dus ik zie jullie bij de volgende goldpad. Oké, mensen, we staan op de brug. Ik ben even naar boven gegaan. Hop, in 1 keer. En ja... We zijn nu over de brug en daar is de gold, alweer gold. Fucking nice allemaal zo. Oh shit, ja, we stappen af en we gaan dat even hakken. Hop, 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 hop. Nice. En dan rijden we even een stukje verder hierheen. Want hier ligt ook ergens gold. Ja, ik zie het al. Daar, oh, de Badlands. En... Hak het. Ja, hak, 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 hak. Weer $10 erbij. Of 10 bucks. Of 10 iets. Oké, in ieder geval. Ik zie jullie weer bij de volgende spot waar gold ligt. Dus tot daar. Oké, mensen. We zijn er weer. De volgende gold spot is eigenlijk best wel dichtbij. Zoals je hier kunt zien. Daar is het al. En ik ben, daar is de bridge. Daar heb ik ook een stuk gold gepakt. En hier moet je zo... Wacht, ik kan het wel even laten zien. Rustig paardje, niet eraf vallen. Kijk, je gaat hier zo langs, hier. En dan kom je zo beneden. Dus dat moet je wel je goed kunnen zien. In ieder geval, Devil's Canyons. Ja, dat is wel heel devilachtig, want we moeten hier... de fucking... Ja, we hebben het gehad. Nice. Paard, stap af. Eens kijken. Kom op. Nee, ik... Mijn god, ja. Tik. Oh, ik sla het paard ook bijna. Dat moet niet. Nice. Nou, in ieder geval, ik moet jullie iets laten zien. Options, nee, wacht, stats. Kijk, we hebben de game complete, 50%. Story complete. Side missions. Tournament. Ik moet allemaal nog doen. Hunting. En dan heb je upgrades. Heb ik nog niet gedaan, moet ik allemaal nog doen. De webs, ik kan nog 1 weapon collecten. Gold, 7 van de 44. Dus zijn 44 dus. Nou, in ieder geval, dit is allemaal van de shit en zo. Nice. In ieder geval, we gaan weer verder zoeken. Ik moet eens weer hier springen. Zal het me lukken? Zal het lukken? Hoppa, ja, het lukte me. In ieder geval, ik zie jullie weer bij de volgende goldspot. Ja, mensen, daar ben ik weer. We zijn, daar is de bridge. Ik kan nog steeds zien. En hierboven ligt gold. Nice. Zoals jullie kunnen, ook weer kunnen misschien, zien, is dat mijn pad anders is. Want mijn andere pad is dood. Niet door deze bandiet, hoor. Dat is van net. Toen kwamen er nog een paar van die bandietjes. Bandieten. Oké, gold. 1, 2, 3. Oké, nice. Oh. We gaan nu naar Empire. Empire City. Dat is hier vlakbij. Dat is om precies zijn daar ergens van mij. Ik weet nog niet precies hoor. Ik ken deze map nog steeds niet echt goed. En ondertussen kijken we. Oh, oh ja, daarboven is hier mijn broer doodgaan. Juist. Misschien ligt hier ook nog wat, ik weet niet precies. Zoek al het gold zit in de tussentijd en dan zie je het in één keer hop in één keer achter elkaar aan. Dus dat is op zich wel vet. En hier ligt vast ook nog wel wat ergens. Maar we gaan eerst naar Empire. Omdat misschien ligt hier ook nog wel wat. Wacht even. Eens kijken. Ja, ik kan hier alleen even kijken wat hier allemaal is. Misschien is die wel fucking chill. Nee, hier ligt verder geen flikker. Zie je wat? We zijn al van die coole beesten, dat is wel vet. Ja, hier ligt wel wat. Oh, sorry. Beest. Van waar die me aanvallen. In ieder geval, gold. Hak. 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 Tak. Weer 10 erbij. Nice. Oké, dan gaan we hier weg. En dan ga je, als het goed is... Nou ja, ik weet wel zeker. Je gaat in Empire dus, zijn we nu. Ga je... Hierheen. Hier ligt vers geen flikker van mij. Nee, er ligt niks.
Dan ga je hierheen. Ik ook niks. Ga hierheen en hier ligt 3 gold. Dat is op zich fucking awesome. En dan haak ik het direct even heen. 1. Hoppa. 2. 3. Nice. Oké. Dan eens kijken van me ligt die verder op niks meer wel. Oh, kunnen we dat heen? Wacht eens even. Kunnen we hier. Ja. Nee, dat lukt niet. Shit. Nou, hier ligt dus geen gold meer. En dan zie ik wel. Ga wel even zoeken nu. En dan zie ik je wel bij de volgende goldspot. Oké, mensen. De volgende goldspot is fucking dichtbij. Dat is gewoon hier. Hè? Hier uit de Empire. Stukje hier zo. Hè? Dat is ook zo net. En dan kom je hier zo bij zo'n stalletje. En dan ga je gewoon hier weer. Waar ik ook uit de gevangenis ontsnapte. Hier zo. En dan ga je hier. En dan heb je hier ook gold. Nice. Hak, hak, hak. Tak. Oké, nee, hier kan ik ook niet verder. En dan gaan we hem, hoppa, heel snel verder zoeken. We gaan verder zoeken. Oké, ik ben nu aan de andere kant van de brug waar ik uit de gevangenis ging. In ieder geval, hier moet je goed kijken, want hier ligt ook gold achter het struikje. Heel moeilijk zien, maar het ligt er toch. Hak, 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 hak. Wow, hoe kan ik trouwens bijna dood zijn? Nou. En wat drinken. En dan gaan we terug naar het bad. En dan zie ik wel bij de volgende gold location. Oké, mensen. Ik ben nu bij Empire. Kijk, daar vond ik zo net gold. En nu. Oh, mijn bad flikt er bijna af. Boeien. Ligt hier ook weer gold. Hop, 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 hop. En weer $10. Oké, jullie vragen misschien een beetje af. Dat we weten niet precies waar het ligt. Nou, je gaat hier gewoon op en naar beneden. Of jullie tenminste omhoog. En dan kom je hier zo in de sloot. Bij de brug van Empire. Oké, mensen. Hier ligt ook weer gold. En hoe je hier komt is op 2 manieren. Je kunt daar zo langs hier. Bij dat grote open meer. Bij de wanted post en zo. En als je niet weet wat dat precies is. Dan kun je hier ook gewoon komen. Zo. Hier langs. Hè? Want als je daar zo. Even kijken hoor. Als je hier daar zo heen gaat. Dan kom je bij Empire. Dus dan moet je dat tegen gewoon vallen. Dan kom je hier zo. En dan ga je hier zo omhoog. Oh. Ja. In ieder geval, dan ga je dus hier zo langs. Ga je zo, hoppa, rechtdoor. Bij deze mooie kerstboom. Och, dat is geen kerstboom. Wat. Het is gewoon een boom. En dan hak je het gold. Nice. Oké, dat was ook weer een gold spot. Oké, dan, daar kwam ik zo net. Zo, zie je dat? Zie je die, even kijken hoor. Die riegel hier, of hoe je dat ook maar noemt. Dat is van mijn, daar ga je zo, daar heb ik daar bij die den. Daar vond ik zo net gewoon gold. Ga je met huis zo en dan ga je hier bij deze den omhoog. En heb je hier ook weer gold. Gold, gold, gold. Hop, 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 hopla. Nice. Juist, ik ben nu gewoon nog weer bij de steen. Maar ja, in ieder geval, ik zag weer een hier onder de waterval. Ga je goed inademen. Juist, we hebben hem. Nice.